Gilbert, daar heb je altijd een hele bijzondere relatie mee gehad, hè? Ja, als je vanaf dat je 17 jaar was hem leer kennen en als je met zo iemand dan naar de profs en al naartoe werkt en dan de superjaren meegemaakt hebt, zoals 2011, ja, dan is dat iemand wel dat je niet zo rap. En waar ik honderden en duizenden kilometers met de wagen achter genomen op training. Dat is toch wel iemand dat, ja, dat je als derde zoon kunt. Ik heb twee zonen thuis, dat ben aan mijn derde zoon, ja. Wat heeft hem zo goed gemaakt? Zijn karakter, zijn instelling, zijn, ja, zijn wilskracht om altijd beter te willen worden, te willen leren, parcourskennis, ervaring, slimmigheid, durven in koers. Dat was de symptomen en de karaktertrekken die Phil, ja, volledig beheerste. Waar heb jij het meeste van genoten bij hem? Van zijn mentaliteit op training, van slecht weer, goed weer, er altijd erdoor, altijd klaarstaan, nooit niet te laat voor te trainen, nooit niet te veel. Ja, dat was toch wel een speciale karaktertrek van hem. Als je dan naar zijn overwinningen gaat kijken, het is eigenlijk bijzonder dat iemand zo de Waalse klassiekers, maar ook een Parijs-Roubaix kon winnen. Dat is een combinatie die je niet veel meer ziet in het wielrennen. Ja, hij is begonnen met twee keer het volk te winnen, hè, voordat hij grote koersen begon te winnen, dat Parijs-Tours. Dan is de Amstel gekomen, hè, en daar heeft hij genoeg hier bewezen. Dan is er een Brabantse pijl bijgekomen, dan is hij een stapje hoger naar de Ronde van Vlaanderen gegaan. Dan heeft hij Luik, Waalse pijl en noem maar op. En dan ook nog WK, Belgische titels erbij op andere parcoursen, dat hem misschien niet het meeste lagen, maar waar je wel won. En dat typteert hem, hij kon op alle parcoursen zijn manneke staan en kwam er overal goed voor de dag, zowel op vlakke etappes als op bergop. Wat is jouw mooiste herinnering met hem? Ja, toch het trippeltje Brabantse pijl, Waalse pijl, Luik, Bastenaken, Luik in 2011. Dat was toch wel, ja, daar dan nog de Amstel ook bij. Hè. Dat was toch wel veertiendaagse dat je nooit niet vergeet, denk ik. Een koningsjaar was 2011 voor hem, hè? Ja, dat was een jaar waar dat hij startte, dat hij won. Hè. Dat hij ook de trui nam in de Tour, dat hij ook Belgisch kampioen op een parcours was. Dat, wat hij normaal nooit niet kon winnen tegen Tom. Maar dat hij toch, iedereen klopte.